Elvaar, ik heb jou vandaag een CO2-metertje meegegeven voor de dagopvang. En ik heb je zo net eventjes opgehaald. Hoe waren de waardes bij jou vandaag? Die waren ongeveer zo tussen 1500 en 2000. 15, dat is best hoog, hè, eigenlijk? Ja, ik heb er nog niet zoveel verstand van. Nee. En, maar ik kan me begrijpen dat het ook anders zou kunnen. Juist. En het is ook inderdaad heel opvallend. Zodra die buitendeur weer open ging, zakte dat meteen het getal heel snel naar beneden. En hoe ver ging het zakken dan? Dat kon op een gegeven moment wel zakken tot 600, tot 500. Ah, oké. En wanneer voelde jij je prettiger? Met de deuren open? Dus meer frisse uiteraard met de deuren open. Oké. Nou, dankjewel. En je hebt nu ook het CO2-metertje in je hand laten zien? Ik heb nu de 7. En die geeft nu aan? Die geeft nu 772. Ja, precies. We hebben het raampje ook een beetje open. Ja, dus ja, dat is natuurlijk niet gek. Het is handig omdat je op een gegeven moment het apparaat te gebruiken. En ook in de toekomst meer te letten op wat eigenlijk ook een normale waarde is. En wat ook een normale waarde, praktisch normale waarde, moet kunnen zijn. He, dat mensen daar wat aan gaan doen. He, want dat is natuurlijk nog de hoofdzaak. Alleen bekijken is pas het begin van het werk. Juist, dus we kunnen op die manier ook een beetje toe gaan werken aan meer gezonde gebouwen. Dat lijkt me wel. En het lijkt me niet alleen dat je dat kan, maar ik denk ook dat het heel noodzakelijk is. Juist. Super, vader. Nou, hartstikke bedankt. Succes ermee. Doei. Dankjewel. Doei.